Een transformatorhuisje bij de Westerhaven is gisteravond bij een korte felle brand beschadigd geraakt. Een aantal pallets stond in de brand en de vlammen kwamen metershoog boven het gebouw uit. Ook omliggende bomen vatten vlam. De politie zette de straat af om omstanders op veilige afstand te houden. De brandweer had het vuur snel geblust. Na het blussen werd met schuim nageblust en werd het transformatorhuisje opengebroken om te kijken of er binnen schade was ontstaan. De schade beperkte zich tot de buitenkant.